Goedemorgen, 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 zonneschijn. Ja. Ja, Maria en Jozef zijn weer op pad. Slapende kinderke Jezus. We zijn in Turnhout, aan het station meer bepaald. We hebben net, hoeveel? 4 euro betaald voor een paar uurtjes te parkeren. Maar ja, kijk, je moet er iets voor over hebben als je eens wilt gaan eten aan het station. We hebben hier afgesproken met mijn mama. We gaan hier lekker ontbijten. Allee, dat denk ik toch dat het lekker gaat zijn, dat zien we en dan nog heb wel. Ik heb trouwens heel erg goed geslapen en ik voel me vandaag een beetje wat beter. Ah, had je dat verteld dat het goed was? Ja. Ik heb gisteravond een pilletje genomen, in bed ingegaan. Allee. En goed geslapen. Het is niet zo super denderend weer. Maar... Allee, er is een wind. Dat is niet echt aangenaam. Maar ja. Nee. Je hebt het niet in de hand, hè? Ja, nee. Ja. Alright. Hoffelijke mensen. Hoffelijke mensen hier in Turnhout. Dat kan er veel mee hebben. Ja, ik kan er veel over zeggen, maar ze zijn hoffelijk. Jas aannemen? Ja, ik zal denken waar ga ik hem laten. Ja. Mijn kind is sowieso al zoveel bij. Dat zeg eigenlijk ik nieuwjaar, hè? Ja. Lekker nieuwjaar. Het was een heel lekker ontbijt aan mijn kijkzie. Dat was goed, hè? Nee, ik denk afdoen. Ja. Een nieuwjaarsbrief. Een nieuwjaarsbrief lezen? Oh. Ja, de nieuwjaarsbrief, de laatste. Ik, een klein mensje, heb een wensje. Al een poosje voor je klaar. Lieve Mimi, ik wens je een heel fijn nieuwjaar. Jouw kapoen, Jules, 1 januari 2023. Ah. Goed gedaan, Jules. Bravo. Bravo. En kijk, met dan nog eens een handtekening. Oh, is daar zulke zijn eindje gedaan? Ja. Oh, goed gedaan, papa en Jules. Dank je, ze schatjes. Ja. Kijk, dat trots. Oh, is dat zulke zijn eindje? Ja. Heb je dat gemaakt? Oh, zo. Het was een lekker ontbijtje. We zijn nu nog in de stad. Allee, we, de vrouwen, die zijn nog een koffiezaakje gaan doen, nog een andere. En ik zei van, het is tijd om naar de kapper te gaan. Voilà, ze. Mijn haren zijn weer korter, mijn wenkbrauwen zijn ook gedaan. Hij heeft dat goed gedaan, ze. Merci, hè. Nog een beetje haar in mijn mond. Ja, dat is altijd zo, hè. Maar het is veel minder haar... Allee, ik heb altijd minder haar over mezelf als ik bij een kapper ga, dan dat ik Jolien dat laat doen. Als Jolien mijn haren doet, ja, dan heb ik niet zo'n kapperschort. Hè. Eigenlijk zou ik dat eens moeten hebben, hè, want Jolien doet dat heel erg vaak de laatste tijd. Maar ik heb zo geen... Ja, dus die haren die vallen overal. Hè. Kruipt in mijn kleren, op mijn kleren. Moet ik mij altijd daarna douchen. En nu bij de kapper, ja, die heeft daar zo'n goede schort voor. Die heeft ook zo'n borststok kunnen zitten en daar overal mee te doen. Ja, kijk, voilà. Dat is toch wel veel properder eigenlijk. Hè. Allee, ik ben blij dat ik een frisse coupe heb, want het was alweer eventjes geleden dat ik nog eens bij de kapper ben geweest. Of dat Jolien het had gedaan. Dus dat kwam nu eigenlijk wel heel erg goed uit. En ze hadden mij verteld dat ze nu naar een koffiezaakje gingen hier vlakbij in de stad. Dus daar ga ik ze dan eventjes... ik hoop niet dat ze gaan zeggen, oh nee, het ziet er niet uit, hè. En hoe vindt het? Ja, is mooi. Wanneer heb jij nog een keer een nieuwe afspraak? Een tweede afspraak? Het is mooi. Ik vind het mooi. Het is zo... Het is heel mooi. Van de score en van een beetje iets langer van boven. Ja, het is mooi. Het is mooi. Hier, zo moet je doen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mooi kindje, hè? Een mooie trui van Mimi. Ja. Hello everybody. How are you doing? Goed is aan het neusje. Oh. Neusje van de diertje. Hij is geconcentreerd aan het kijken naar juf Roos. Flink manneke, hè? Jij, dat waren bij jou dat geconcentreerd kijken. Dacht hij, ik ging zeggen dat ik ook een flink mannetje was. Wow. Moet niet hoor, moet dat niet zeggen hoor. We zijn terug thuis. Het is 9:00 s'avonds en Jolien ligt al in bed. Jules ook trouwens, die ligt slapen. En Jolien heeft gezegd van, weet je wat, als Juleke ligt slapen, dan ga ik ook gewoon slapen. Ik ben moe. En ik vind dat ze gelijk heeft, ben eigenlijk ook wel moe. Het was een best drukke dag vandaag. Ook al hebben we
in C eigenlijk niet veel gedaan. Maar toch, ja, je wandelt, je praat veel met, nog eens goed kunnen bijpraten met mijn mama. En dan ja, is dat ook gewoon gezellig en leuk. En ja, je bent ook alert, want Jules heeft de hele tijd ook bij ons geweest en is ook de hele tijd aan het spelen geweest. Dus je bent daar ook alert op en dat is blijkbaar ook heel vermoeiend. Dus ja, het was een complete leuke dag, maar toch niet te onderschatten, vermoeiend. En ik denk dat dat een beetje het leven is van mama en papa zijn. Soms ook wel eens vroeg naar bed gaan samen met onze Jules. Want ja, morgen gaat hij sowieso weer rond 6 uur, 7 uur weer terug wakker worden. En we vinden dat niet erg hoor, we vinden het eigenlijk zelfs leuk om vroeg wakker te zijn. Dan heb je ook gewoon een hele lange leuke dag. En met die winterdagen is dat eigenlijk ook wel niet zo slecht. Want dan, ja, dan kan je toch te volle genieten van de daguren. En dat het licht is buiten ten opzichte van dat je anders zo direct ja, in het donker zit. Wat we morgen allemaal weer gaan doen, dat zie je dan wel weer. Tot morgen!